Lady die staat gewoon lekker daar. En de twee zusjes die zijn lekker aan het graven. Kijk, en de houten stellingen die zijn er ook al. Gaat hard. Ja, een hele goede morgen. Ja, welkom op deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karin Stamman van der Werf. En mijn man die heet Roderick Stamman van der Werf. En het is vandaag alweer 27 november 2020. En het is nu 10 uur 44, dus kwart voor 11. Ja, en wat ik allemaal ga doen, dat hou ik even lekker terzijde. Maar ik wens jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, nou, dat was mijn elastiekje. Dat is lekker snel. Nou, wat ik al heb gedaan, dat is al een hele... Nou ja, nou niet, en nog niet zo heel veel. Ik heb de stofzuiger gedaan. Heb ik de cavia's even lekker eten gegeven, hooi gegeven. Even lekker snackies. En dan ga ik mijn haar even lekker doen. Eventjes beter maken. En dan ga ik eventjes een rondje doen. Uitkijken voor mijn... Dankjewel, vriend. Nee, wachten. En ik denk toch maar weer dat ik deze kantjes gewoon weer lekker lang laat. Maar dat weet ik nog niet helemaal zeker. Maar ik krijg al wel weer lekker lang haar, mensen. Kijk eens. Dit komt er ook allemaal wel weer bij. Maar rustig aan. Eerst gewoon even mijn haar even rustig doen. Zo. Die kant. Zo, denk ik zo. 1, 2, 3. Zo. Elastiekje pakken. Waarom moet jij iedere keer of voor me? Ja joh, tuurlijk. Ga lekker voor mijn beeld. Tjonge. Het is makkelijk hè, om voor het beeld heen te gaan. Dat was een speedy. Wat ik dus al een paar keer dacht. Maar oké. Zo. Ik heb mijn computer alweer opnieuw opgestart. Dit is mijn strijdje voor vandaag. Moet ik even omhoog reizen. En dan ga ik wat anders doen. Een rondje doen. Zo. Ik heb gewoon nu twee rollijnen. Lady die staat gewoon lekker daar. En de twee zusjes die zijn lekker aan het rapen. Maar waarom ook niet? Ja hoor. Ik vind het helemaal best. Ik vind het helemaal geweldig. Kijk. Want ze trekken elkaar gewoon weer mee. Ik vind het helemaal best. En ik heb er geen last van. En dat ze gaan trekken. Hé. Hey. Wat een toeval dit. Kijk, en ik heb er geen last van als ze gaan trekken. Aan de lijn. Nee, kijk. Wachten, dames. Hallo. Kijk. Ideaal dit. Alleen ja, het is wel even wennen. En ik moet even voor deze rode een nieuwe hebben. Want dit is zo irritant, deze ding. En ik heb wat in mijn schoen. Maar dat komt zo meteen thuis alweer. Wauw, en hoe moet ik dit dan doen? Als ik aan het vloggen ben. Joepie, komt helemaal goed. Oh ja, Lady is wat aan het doen. Ja, Lady, wat is er? Kom maar. Oh, Lady, rustig. Goed zo. Wauw, dit. Leuk. Ja, en ze zijn dus nou lekker bezig hier voor mij. Namelijk met leuke regentonnen. En ik wil er ook heen. Maar ik ga jullie zo meteen laten zien wat voor grote regenton. Ja. Kijk, en ze zijn lekker bezig. Dames, kom eens even mee. Kom eens even tikken op. Rustig blijven. Kijk. En ze zijn hier lekker bezig met zo'n grote regenton. En ik wil er ook dus heen. Dames. Lieve schat, deze kat op. Deze kat, schat. Deze kat. Goed zo. Ben je een beetje vers weer? Bijna. Nog niet. Zij is zo lief.
jammer joh. Kijk. Zo, schimmie aan, vaste planten. Mm. Kan okay. Ook de bijtjes komen erop. Oké. Okay. En dan nice. Van de zomerverhoging biodiversiteit. Oké, okay, wauw. Wat ook heel leuk zou zijn bij jullie, is om die garages een groen dak op te doen. Ja, maar Emma, die zijn niet van ons. Ah, nee. Nee, die zijn niet van ons, helaas. Ik heb ook meer acties in bijvoorbeeld de vruchtenbuurt. Hebben alle bewoners 100 regentonnen hebben daar ja? gedeeld bij bewoners. Okay. Daar vragen we ook subsidie aan. Ja? Green to Live werkt samen met Duurzaam Haag, ja? de gemeente. Okay. En met Hoge Heemraadskapendelgen. Okay. Zo, dat is boot. Ja, precies. Is dit nou niet lief? Ja, dit is heel lief. Oh, schattig. Maar ik ga nu eerst even naar de wc, wc, wc. Dat moet ik ook. Ja. Nou, ja. Ik ben lekker even aan het lopen, zoals je kan zien. En ik ga lekker richting mijn mannetjes zijn werk lopen. Ja. Ook een leuke. Even wachten op anderen. Ga ik lekker oversteken. Ook leuk. Ja, ik kan veilig oversteken. Ja, ik wel. Er komt een trammetje aan, maar ik ga niet met de tram. Nee. Ik ga lekker met de benenwagen. Ja. Autootje. Ik kan makkelijk oversteken. Kijk, hartstikke mooi. Jee, ik ben overgestoken. Joepie. Dus ja. Dus dat. En ik ga lekker nu. Lekker naar Rome. Werk, lopen, ook leuk. En ik neem jullie gewoon gezellig mee. Waarom niet? Alleen wat ik merk, als ik soms mijn vlogs terug luister via anderen, dat ik heel snel en druk praat. Ik weet niet of jullie daar last van hebben, dus, maar laat het even weten. Of ik daar een verandering in moet laten brengen. Ja. Maar nu ga ik even filmen voor jullie wat ik allemaal ook zie. Zo. Dit hebben ze laatst helemaal aangepakt. Kijk, treintje daar, allemaal goed. Struikjes, ook leuk. Geel autootje is ook handig. Maar ik moet wel zeggen dat dit een stuk fijner loopt zo, ja. Mooie kleuren ook weer, hè. Dat dan weer wel. Maar ja. Moet nog even een stukje lopen. Maar dan komt het goed. Het is nu. Ik ben net vertrokken eigenlijk. Het is nu zo laat. Ik zal weer filmen als ik er bijna ben. En nee, ik ben er nog niet. Maar ik weet gewoon nog niet hoe ik ga lopen. Of dat ik helemaal om ga lopen. Of lekker binnendoor. Geen idee. Maar ik heb 3 apps aan. Even aan het lopen. Dus jullie gaan het vast wel zien van de app welke route ik heb gelopen. Sowieso. Deze kruising hebben ze laatst nog helemaal opnieuw aangepakt. Is nice geworden, moet ik zeggen. Hier en hier had je ook geen drukje. Totaal niet. Is wel nice. Kijk, en dan mag ik alweer over. Ook heel mooi gedaan. Kijk, PNR. Ja, heel mooi gedaan zo. Ja. Maar dan snap ik één ding niet, hè? Nee. Ik snap één ding niet. Maar ze hebben het wel heel mooi gedaan, moet ik zeggen. Want dit was alleen maar klinkers. En dit was ook alleen maar klinkers. Maar wat ik hier wel mis, dat is voor de mensen die wat minder zien, van die riggeltjes, want die lagen hier wel helemaal. Die mis ik. Zoals wat je daar ziet. Ja. Nee. Zo. Heel mooi. Kijk, en deze dingen mis ik dus daar. Wat ze hier wel weer hebben. Heel netjes hebben gedaan. Kijk.
Dat is mooi. Oké. Okay. Laat ik jullie even wat zien, hè? Hier heb je een verkeerslicht, hè? Die zien jullie toch? Even kijken tot het bord er nog hangt. Hé, hey, dat bord is weg. Hé, hey, eindelijk, hè? Want hier hing dus een bord, zoals je wel kan zien. En die is dus nu weg. En daar stond dus PNR. Maar die is dus nu daar weg. Oké, okay, fijn, best goed zo. We zijn ook lekker druk bezig met aanleggen van hele parkeervakken. En ik vond dit wel even een mooi shotje show. En hierachter werkt nu op dit moment Roderick. En het is nu bijna 3 uur. Kijk, daar heb je het politiebureau. Hier heb je allemaal verkeerslichten, dus dit is een druk punt. Brandweer. Hier heb je een tunnel. Aan deze hierna heb je nog een tunnel. En heb je dus daar een tunnel. Dus dat zijn 3 tunnels in principe achter elkaar aan. Nou, kijk. Tot helemaal geëgaliseerd. Winkelcentrum, nog in aanbouw. Nog een deel aan de binnenkant. De buitenkant is nog heel hoop gedaan. Dit is allemaal weer opnieuw aangelegd. Allemaal stenen. Lekker een geluidswalletje zo. Wauw. Mooie plantenbakjes. Die stonden altijd bij de HEMA. Buiten. Ja, nou hebben ze er niks meer mee. Nee. Oh. Ah, arme plantjes die overleven het nou niet. Ja, kijk eens, zo'n mooie kleurtjes. Die is zo mooi aan deze hele wand. Wauw. Wauw. Kijk. Mooi expeditiecentrum. Mooi trappetje. Dat is wel groot trouwens, het expeditiecentrum. Wow, dat is wel aardig groot, ja. Expeditiecentrum. Wow. Kijk. Allemaal mooie plantjes. Kijk, alleen wat ik heel leuk vind, dat zijn deze blaadjes. En deze mooie roze. Deze vind ik ook heel gaaf eigenlijk. Kijk, deze vind ik het gewoon het mooiste. Waarom weet ik niet. Ja. Ik loop het helemaal door. Jee. Het is ook wel een lekker brede stoep eigenlijk, moet ik zeggen. Lekker breed. Maar wat ik nou mooi vind, waarschijnlijk brandt hij al. Ja, hij brandt al. Wauw, kijk, opletten. Hij brandt al. Wauw. Kijk dan. Ja.
zijn hier ook echt overal nog bezig ook, hè, binnen. En ik kan dus nou niet meer naar binnen, maar ik kan wel vanaf deze kant filmen. Het is toch helemaal terrein. Ik kan daar toch uit. Jee, kijk, dat is het leukste. Kort een trappetje. Kijk, ik kan er weer uit. Jee. Ik wel. Nou, want dit is een hele grote winkel. En hier aan om de hoek is Roders aan het werk. Jee, op dit moment. Kijk, en de houten stellingen die zijn er ook al. Gaat hard. Wauw. Kijk. Ze zijn echt lekker druk bezig. Mag niet alles filmen. Is dat zo? Ja, anders doe je het mooie eraf filmen. Huh? Ja mensen, dat is ook nog een realiteit. Weinig geld hebben, ook al ben je een YouTuber. Ja. Dat is de realiteit. Want ja, als je naar een tandarts toe gaat en je bent niet heel erg goed verzekerd, omdat ik dat dus gewoon niet kan. Ja. Dan heb je dus gewoon eventjes, grof gezegd, gewoon even een auto. Kijk. Ja, ik kan Roders nou niet filmen, omdat hij dus nu nog in zijn werkkleding zit, maar... Even letterlijk, ik heb nog maar 80 euro over voor de hele maand. Ja, en daar gaat dus ook nog vaste lasten vanaf. Dus ja, ook dat hoort erbij, bij het vlogleven, om het zo maar te zeggen. Dus ja, helaas, pindakaas, het is niet anders. Het is eenmaal zo, ik kan er niks aan veranderen. Nou, ik kan er echt helemaal niks aan veranderen. En dan, ja, mijn dieren gaan voor. Dus ja, dan maar gewoon eventjes weinig eten. Goedkoop eten, noedels met groenten en vlees doorheen. Is ook een maaltijd, maar niet echt meer gekke uitgaven doen. Dus ja, en ik ga mama even bellen om toch even mijn hand te gaan luchten. Want... We zouden eigenlijk haar helpen, ook voor Elwing, om haar te laten helpen. Maar dat zit er voor mij nu even niet in. Dus we moeten dat even gaan kijken van hoe we dat gaan doen. Dus, maar... En dan nog het CBR, die vraagt nog geld. Dus, oh man. Ja, het is even niet leuk. Het is niet handig. Maar... En dan kun je wel gaan zeggen van ja, maar verzeker je dan even goed? Ja, dat wil ik wel. Maar één, ik heb maar een kleine uitkering. En dat is leuk en dat is goed gezegd. Maar ik heb ook gewoon een schuld bij mijn zorgverzekering. En als je die dus aan het afbetalen bent, kun je dus niet je ding omhoog knallen. Ik ben er bijna vanaf, dus ik ga sowieso maandag even bellen. Om te kijken of ik mijn tandartsverzekering een stukje omhoog kan schroeven. En dan de andere dingen weer misschien even een beetje omlaag. Want ja, ik hou wel. Want ja, ik moet toch mijn dingen omhoog hebben. Qua uploads en alles. Want anders gaat dat heel lang duren. Maar ja, ik heb net eventjes in de Jumbo eventjes een treintje moeten laten. Omdat het ja, het is gewoon kut om nog maar 80 euro op je rekening te hebben staan. En dan nog op je autorijles. Een keuring gehad hebben die wat ook 250 euro kost bijna. Dus ja, al met al, het is niet echt een leuke vlog, wil ik niet zeggen, want iedereen heeft schulden, nou ik ook op dit moment genoeg schulden en bij de belasting ook. Dus ja, dat mag je weten, weet je, ik maak daar niet zo'n heel big deal van. Heel veel mensen hebben dat. Ik moet gewoon weer eventjes rondkomen van weinig geld. Ook al denken jullie dat ik heel veel koop. Maar dat is niet zo. Wij letten echt wel op en op de kleintjes. Qua boodschappen doen, et cetera. En dan kan je Roderick straks gaan navragen als hij weer thuis is. Of dat hij eerst gaat slapen, weet ik niet. Het is nu 5:30. Dus ik denk dat ik hem straks rond 8:30, 8:30 weer wakker kan bellen. En ja, dus dat.
Dus ik ga nu even lekker de auto in zitten. Lekker samen naar huis gaan. Straks even thuis even mama bellen. En dan even mijn traantje laten, want het zit gewoon omhoog. Om 80 euro nog. En daar moet ik, en er gaat niet eventjes nog een klein bedrag vanaf. Nee, er gaat gewoon nog een heel groot bedrag vanaf. Weet je, ja, mijn huur is er al gelukkig vanaf. Dat, en dat gaat gewoon altijd. Dat, en dat doe ik gewoon handmatig zodra ik mijn geld heb. Maar ja, dus dat. Ja, nou alles is lekker afgesloten. Alles is opgeruimd. En zoals jullie zien zit ik al lekker in de slaapkamer. Lekker op bed. En dan ga ik gelijk deze vlog lekker afsluiten samen met jullie. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral dat duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren. En laat een leuke reactie achter. En doe het belletje aan, want dan blijf jij. Ja, jij. Ja, jij. Zeker op de hoogte met alles wat ik op YouTube plaats en YouTube voor mij online. Hey, die is leuk. Dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. Een dikke tuut op je snuit wanneer je het kijkt. En tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei!